David, ga je mee? Kom. Darwin, ga je mee? Toen ik over Artus nadacht, dacht ik, kan Artus nog wel? Kan je nog wel dieren opsluiten? Kan je dat vandaag de dag nog doen? Traditionally, Artis was the richest collection in the world, keeping the most animals. But that is not anymore possible. And we try to give really nice enclosures, small biotopes for animals what we can keep in this condition. Not the traditional zoo fencing in one side the animal, in the outside the visitor. No, it is together like in the nature and it's a sort of interaction. That is always, let's say, the most difficult factor. Human being wants to express the love or the feeling for the animals, to touch, to feed, but we don't need to do anything. We need to just respect the animals. We don't touch, just we look. Als je kijkt naar de barrières tussen mens en dier, als je kijkt naar zoveel mogelijk verblijven, of het nou een apenhuis is waar apen vroeger in hokken zaten, is nu alles, loop je er doorheen, is het omgedraaid. Is de mens ook daar een paradigma veranderen? De mens heeft een kleine ruimte, de dieren zitten vrij. Die kunnen hun eigen ding doen. Ze kunnen natuurlijk niet weg, het is ook kunstmatig, dat zal het altijd blijven. Overal waar het kan, zo min mogelijk barrières, zo dicht mogelijk bij en die ervaring delen. Wil ik nu wat verder met jullie de diepte ingaan over onze toon. In het vakjargon bij journalisten noemen we dat ook wel de tone of voice. En die geldt natuurlijk niet alleen in geschreven teksten zoals de persberichten of het tijdschrift, maar die geldt echt in alles wat we doen en wat we uitdragen. Misschien wel het allerbelangrijkste is dat we proberen biologisch correct te zijn. Een olifant krijgt bijvoorbeeld een kalf, een wallaby krijgt een joey, geen jonkie of baby. Een vrouwelijke olifant is een koe en als ze aan het hoofd staat van de kudde is ze de matriarch. Andere belangrijke is geen vermenselijking. Dus in plaats van de olifanten kunnen straks lekker poedelen in het bubbelbad, zeggen we er is stroming toegevoegd aan het water, want olifanten zijn van nature goede zwemmers. Net zoals dat we ook bijvoorbeeld verblijven zeggen en geen hokken. Je hoort het verschil, hè? Nou, deze kennen jullie allemaal wel en hij is ook best wel onder discussie geweest en veel in het nieuws zijn we ermee geweest. Omdat we niet willen vermenselijken, hebben we een namenbeleid opgesteld waarbij we in onze communicatie vooral over de diersoort vertellen en hoe die leeft. En namen kunnen de indruk geven dat het huisdieren zijn. We weten dat we overal zitten in de natuur. Door de vervuiling, in de zeeën, in de lucht. Dat men steeds meer ruimte inneemt. Dat eigenlijk moeten we de natuur beschermen met parken, zelfs op zeeparken. Dus die ongerepte natuur, zoals we die romantisch voorstelden, die is er niet. Die is er eigenlijk niet meer. Je zou kunnen zeggen, de rest van de wereld is ook dierentuin geworden. De illusie dat er nog vrije natuur is, is nu weg.